Welkom bij A2 Actueel. Deze zilverlindes werden in april van dit jaar geplant. En de rest van de bomen voor op en rond die groene loper, die kunnen pas geplant worden als de dubbellaagse tunnel klaar is. De firma die bomen hier gaat planten, die wilde uittesten welke grond er rondom de wortels moet komen. Zodat ze, of ze nou op de tunnel staan of ernaast, allemaal goed groeien en samen ook een beetje hetzelfde uitzien. Oké, en wat is het resultaat tot nu toe? Ja, ik zou zeggen, het ziet er goed en lekker groen uit, maar de test loopt nog maar kort. Dus dat wordt allemaal uitgezocht. En welke boomsoorten komen er straks op die groene loper? Naast de Tilia cordata, de winterlindes die langs het voetpad staan, in het midden, komen er 14 verschillende bomen. Onder andere esdoorns, die er goed tegen kunnen dat ze in de verharding staan. Kersenbomen, zoals hier aansluiten tegenover de praxis. Nou, naast dat we kijken waar ze op aansluiten, hè, zoals zijstraat waar al bepaalde bomen staan. Ook of die bomen geschikt zijn om bijvoorbeeld in de stoep te plaatsen. Waar ze wat minder lucht krijgen. Ja, sommige bomen kunnen daartegen, zoals de esdoorn. En die lindes bijvoorbeeld niet. Die staan lekker in het gras in het midden. Oké, bij de tunnelmonden worden er ook bomen geplant. Welke zijn dat? Op die groene stadsentrees aan de zuidkant bij het Europaplein komen daar winter- en zomereiken. Een mix. In het gras. Op het glooiende gebied wat daar wordt ingericht als de N2 in de tunnel zit. Op de Geuzelt zijn het juist hogere bomen, op de Geuzelt heuvel die we daar nog moeten gaan maken. En dat zijn tulpenbomen. Maar de bomen worden allemaal pas geplant als de tunnel klaar is? Ja, dan kunnen we pas hier als de weg ook opgebroken is en de goede grond op elke plek ligt, het riool erin, dan kunnen we het hier afbouwen. Dus dat is na 2016, 2017 gaat dat beginnen. Lindenbomen staan nu al wel te groeien bij een kweker. Want die moeten ook als ze hier aankomen al lekker groot zijn, dat het een beetje mooi uitziet. Wie Maastricht in of uitrijdt zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat een aantal ANWB-borden deels zijn afgeplakt. Waarom doen jullie dat? Nou, wij doen dat eigenlijk om aan te geven dat deze richtingen nog niet bereikbaar zijn. Dus alle toe- en afritten vanaf de A2 zijn nog niet in gebruik, dus daarom plakken we die bestemmingen af. En zoals je hierachter ziet, als een stuk snelweg nog helemaal niet in bedrijf is, dan plakken we het hele bord af met een kruis. Oké, en waarom plaatsen jullie dat niet later, bijvoorbeeld als de infrastructuur daadwerkelijk ook in gebruik is? Nou, we willen die borden eigenlijk al hangen buiten het verkeer, zodat de verkeersgebruiker daar geen overlast van heeft. Daarnaast moeten in die portalen heel veel kabelwerk worden aangebracht. En dat moet eigenlijk al allemaal klaar zijn voordat we de tunnel gaan testen. Dus zodoende dat we die nu al aanbrengen. Dit was het voor deze week. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.